Kinderen van laag opgeleide ouders ervaren meer problemen en kennisachterstand binnen het onderwijsproces. Dit is een van de gevolgen die de COVID-19-pandemie heeft gehad op de kennisontwikkeling van jongeren in de Surinaamse maatschappij. Professor Henry Ory, onderwijs- en bestuursdeskundige, gaf gisteren tijdens de Zoom-lezing van de kenniskring aan dat de achterstanden voornamelijk zijn ontstaan doordat bepaalde leerlingen geen ondersteuning of de nodige infrastructuur thuis hebben. Dus er zijn verschillende gevolgen geweest. In de eerste plaats leervertragingen. En die zijn, zover ik weet, toch redelijk ingelopen. Maar het is natuurlijk de vraag of dat in de toekomst natuurlijk grote consequenties gaat hebben voor een mogelijke generatie kinderen die dus blijvend achterblijven. En dat zijn vooral de kwetsbare groepen die we kennen. En die hebben dus te maken met de omstandigheden thuis en in de omgeving. U weet, om te leren, om goed te leren, heb je niet alleen een stel goed hersenen nodig, maar je leeromgeving, gezonde voeding, voldoende slaap en beweging, veiligheid, steun van de ouders en een bevlogen docent die met de juiste leerstrategieën onderwijst. En het gaat om deze optimale omstandigheden, die dus er niet altijd zijn als je het hebt over lockdowns en achterstanden. We zien dus dat sommige leerlingen heel veel technische snufjes misten, laptops en devices om mogelijk aan te sluiten bij onderwijs. We zien dus dat de gevolgen van corona in beeld moeten gebracht worden. Tot nu toe zie ik relatief weinig onderzoek vanuit ons land, vanuit het ministerie, overwerkt zijn de mogelijke werkelijke achterstanden. We zien wel dat de sluiting van de scholen een aantal elementen heeft gebracht voor de leerlingen, voor de jeugd. Negatieve gevoelens, angst en stress. Die leerachterstanden zien we op basisschool en het middelbare onderwijs. Ory zegt dat de COVID-19-pandemie aan de andere kant ook positieve mogelijkheden heeft geboden. Zo hebben we meer kennis opgedaan en zijn we bewuster geworden van een gezond leven. Echter moet er ook worden gekeken naar de ongelijkheid onder de leerlingen en hoe de onderwijskansen kunnen worden opgepakt. Wat we wel hebben geleerd, dat is het momentum van COVID, is dat we zien dat onderwijs op afstand een grote kans moet krijgen. We moeten het gaan verbeteren. We waren niet ready voor, we zijn min of meer gedwongen. Maar juist is het zo'n mooie periode om juist, als je nog twijfelt voor die technologie, dat eigenlijk de situatie zodanig was om sneller over te gaan om de technologie uit te proberen, min of meer in een gedwongen situatie. We zullen op afstand meer mogelijkheden creëren om het onderwijs dus te verbeteren. We gaan moeten kijken naar de virtuele coach waarbij leerlingen geadviseerd kunnen worden over verschillende leerpaden en hun eigen inzet. Professor Ory zegt dat de gevolgen van COVID-19 op het onderwijsproces in beeld moeten worden gebracht. Tot nu toe is er volgens hem vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geen degelijk onderzoek hiernaar gedaan. De weergave van achterstanden die leeft in de samenleving hebben we volgens Ory uit meningen van leerkrachten en ouders.